Nu Gordon triomfantelijk terugkeert met nieuwe muziek en zelfs een nieuw album uitbrengt, ondanks zijn eerdere uitspraak Never Nooit Meer Op Te Treden, rijst de vraag, wat zijn de kosten om deze veelzijdige artiest te boeken? Gordon, oftewel Cornelis Willem Heukerot, timmert hard aan de weg voor zijn muzikale comeback. Het lang verwachte album, dat binnenkort wordt gelanceerd, heeft hem op een helende manier geholpen na een tumultueuze periode met een pijnlijke relatiebreuk, het aflopen van zijn contract bij SBS 6 en een minder succesvolle tv-comeback bij Bo van Erven Dorens. Maar nu hij terugkeert naar het podium, reist de vraag, wat is de prijs voor een optreden van de veelzijdige goor? Gordon is niet alleen bekend als zanger, maar ook als presentator, columnist, schrijver en ondernemer. Met hits als Kon ik nog maar even bij je zijn heeft hij een onuitwisbare stempel gedrukt op de Nederlandse muziekscene. Tussen 2005 en 2011 bracht hij samen met René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom Glitter en Glamour naar de toppers. Maar zijn veelzijdigheid beperkt zich niet tot het podium. Ook op televisie laat hij zijn markante stempel achter als jurylid in programma's als Holland's Got Talent en met zijn avonturen met Gerard Joling in het programma Geer en Goor. Hoewel er geen plannen lijken te zijn voor een nieuw seizoen van Geer en Goor, werkt Koorde wel aan een nieuw televisieproject. Ondanks zijn afwezigheid in de muziekscène de laatste jaren, maakt Corden nu zijn lang verwachte comeback. De inspiratie voor zijn nieuwe muziek ontstond tijdens zijn optreden in het programma Klassiekers met Kleinsma. Na aanmoediging van Simon Kleinsma en ontmoeting met pianist Bernd van den Bosch, besloot hij een nieuw album te maken. Het eindresultaat, waar hij super trots op is, weerspiegelt persoonlijke periodes en facetten uit zijn leven. Met zijn terugkeer in de schijnwerpers staat Corden te popelen om weer op de bühne te staan. Maar wat kost het eigenlijk om deze veelzijdige artiest live te zien? Als u Gordon een half uurtje op uw evenement wilt, dient u diep in de buidel te tasten. Een optreden kost volgens Artist Bookings namelijk 12.750 euro, exclusief btw en de 7% BUMA-muziekrechten. Een flinke investering, dus het spaarvarken moet eerst even grondig worden geschud.